Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering. En we hebben eigenlijk een verrassing voor jullie. En onderling is dat een beetje geregeld. We zitten in een hele andere server. Ik ga er zo van alles over uitleggen aan jullie. Maar dat doe ik niet alleen, dat doe ik namelijk ook met de makers van de server. En die staan nu voor me, tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Ja, hallo jongens. Hallo. Wat staan we zo knus bij elkaar, hè? Ja, knusse server. Knusse server, ja. Kunnen we verder dan dit spanplekje? Ik weet niet of ik... Ja, lukt het? Ja, het lukt. Oh, kijk. Ja. Nou, hier zitten mensen elkaar helemaal af te slaan hier. Dit is... nou, zeg het maar Dennis. Ik laat jou het woord. Ik volg jou ook gewoon. Ik zou zeggen, welkom in DC Games. Ja, yeah, Disneycraft Games. Woe! En dit wordt een, ja, een hele aparte server, maar wordt verbonden met ons. En vertel, Dennis, vertel. Dit is eigenlijk een server gericht op Disney. Alles wordt ook in Disney, zoals Lion King, Mulan. Frozen. Eigenlijk alles ook. Aladdin, Frozen, Ratatouille, zo van die dingen. Maar dan wel in minigames. Het is geen pretpark. Vet. Het is geen pretpark inderdaad. Echt een minigame server dus. Omdat wij natuurlijk eigenlijk Spleef hebben afgepakt bij ons. En Paintball is bij ons verdwenen. En ja, het mist een beetje. Survival hebben we weggedaan. Is dit eigenlijk een verrassing voor jullie? Dat we eigenlijk dat... Nou, ik niet. Want ik heb me niet mee bemoeid. Dennis is volledig de beheerder. Samen met Jens. Jens is ook... Ja, jullie twee, hè? Jullie zijn de grote beheerders. En jullie hebben dit ongelooflijk al zo groot gebouwd hier al. Het ziet er al zo groot uit. Jullie hebben al zoveel gedaan al. En de server is nog maar net af. Nou, niet af. De server is gewoon net begonnen. En er is al zoveel gedaan. En ongelooflijk. Nou, en wij gaan de eerste plug... We gaan eerst het ding doen, toch? Rondtour, ja. Dus hier passeer je aan de paintball. Ja. Dan gaan we straks doen. Ja, is goed. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik loop achter je aan. Hier hebben we dus al China. Het Milan-gebied. En een vraagje. Kunnen mensen ook gewoon lekker de DC texture pack of de resource pack hierin houden? Natuurlijk. Oh, super. Dat gaan we regelen. Dit is eigenlijk Disney nog steeds. Het is nog steeds helemaal Disney. Ja, hier loopt het nog een beetje te einde. Want kijk, hier zouden we nog een aanbouw, zoals je kunt zien. Gaaf. Heel gaaf. Leuke huisjes ook. Heel apart. Die stel ook. Happy Fly. Heb je het? Ja, oh ja, tuurlijk wel. Okay. Maar het leuk om er doorheen te lopen. Dat verklapt nog niet de geheimen, hè? Oké, dan moeten we even terug naar Slashpan. Want hier loopt het einde. Is goed, is goed. Ik ga naar Slashpan. Ja? Oké. Als we deze kant op gaan en als ik dit hekje kapot sla... Mag dat? Dan, dan kunnen we... hier rechts hebben we het Aladdin gebied. Links zal je terug naar Mulan kunnen. En voor ons, daar komt het portaal. Kijk, en het ziet er echt heel vet uit. Ook dit gewoon dat... Aladdin is ook echt heel cool gedaan. Want ja, dat hebben we ook een groot deel in de server bij ons. En ja, dus inderdaad... de Disneycraft. Leuke toren ook, heel apart. Hier ga je terug naar de server. Echt heel gaaf. Komt dus ook vast uit, hè. En ja, voor de rest zijn we nog volop bezig. We zijn bezig met Aladdin, we hebben plannen voor Lion King en voor Ratatouille. Maar dat is dan Koens project. Oh, tof. Ja. Super. De server is wel nog niet open voor mensen, maar dat zal binnenkort wel gebeuren als we 2 of 3 top games hebben. Dus mensen, nogmaals, dit is echt een idee van Dennis en Jens. Ik heb wel een beetje meegeholpen met van, ja, want we hadden een naam nodig. Het heette eerst Forest... Craft. En toen had ik voorgesteld om iets te koppelen aan Disneycraft. Omdat we eigenlijk jullie teleurgesteld hebben. Omdat een aantal dingen weg zijn uit de server. Maar ik kreeg vorige keer een mailtje van... Waarom is Survival weg? En toen zei diegene zei ook van... Ja, ik kwam eigenlijk alleen naar Disneycraft om te survivalen. En toen had ik zoiets van... Ja, Disneycraft is geen survival server, maar een pretpark server. En dat is nu wel... Ja, dat mailtje maakte dat eigenlijk wel... Duidelijk voor mij dat survival ook nooit terug zal komen. Alleen de VIP survival is gewoon een extraatje voor de VIP's. Misschien is het wel interessant om te weten. De Disneycraft survival komt hier terug. Alleen, we zullen helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat is wel spijtig, maar er komt een survival. Als je even lekker wil survivalen in Disney-stijl, zoals je dat vroeger deed. Dat kun je hier ook gewoon doen nog. Oké, super. Tof. Laten we een potje gaan spelen. Want daar komen we tenslotte voor, weet je wel. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik vind het wel mooi hoe ver weg je kan kijken ook. Dat huisje daar bovenop helemaal op een heuveltje is gebouwd. Dat is wel gaaf, joh. Geeft wel lekker diepte. Maar dat ga ik nog niet kijken. We gaan eerst lekker paintballen. Dus ja. Moet ik gaan lopen of pb join doen al? Gewoon /pb join. Hallo. Hallo. Dan moet je niet bewegen. Oh ja, ik wou even kijken wat hier was, want ik wou het even zien hoe het eruit ziet. Ja, maar dat kan zo ook. Oké, ja. Eerst pb join doen. Hij begint namelijk al over 20 seconden. Oh, oké. Is een team misschien? Pb join en dan blue of red. Maar het kan ook zijn dat het random gedaan wordt. Ja, random. En dit is een wachthal, waar leidt dit naartoe, deze hal? Nergens, gewoon rond de paintballmap, je kan hier gewoon loeren. Ook als je goed bent. Oké, dit is de paintballmap. Oh. Ik zit met Vincent, Jens en Koen Smeets. Oh, je mag niet de teammaten. Oh, -1 punten. Ik heb -1. Wat? Hoe kan ik nou al dood? Ik heb teammaten gedood. Kan dat? Oh. Nee, kan dat geloof ik niet. Ja, 2-1. Ah, Dennis. Ja, 3-1. Ja, 4-1. Hex. Hex. Nee, het is gewoon gamen, jongen. Oh, nee, hek. Heel veel onder de grond gebeurt. Ik kan dus ook onder de grond, Vince. Ik weet niet waar jij bent. Kan je onder de grond? Ja, ik kan dus geen sneeuw. Ja, er zijn 2 ingangen voor ondergrond. Ondergrond zit een heel groot gebied nog. Echt? Ik ga daar zoeken ondergrond. Ik moet natuurlijk ook uitkijken voor mijn vijandigheid. Ik weet niet hoeveel mensen ik heb gekillt. Killed? Ah, Robbe. Oh! Ik zit gelijk onder water. Oh. Oké. Doe dat met staal! Hoi! Ik ben een pro, hè? Ik ben pro in het helemaal. Alleen die Robbe nog. Go Belg! Go! Go. Flamingo power! Flamingo power! Ah! Go Robbe! Go Robbe! Ik denk dat we gewoon keihard winnen. Ah. Waar is Robbe? Okay. Waar is Robbe? Het is jij Robbe tegen Vincent. Oh. Ik zie je. Ja! 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 Nee! Ik heb nice. Server mee. Ik heb gewoon hoeveel cash? Ik heb 90 cash al voor dit potje en ik heb 8 gekills. Heb ik Gento weer over. Dat is lekker, jongen. Het is wel nacht. Kunnen we niet dag maken toevallig? Oké. Oké, het is wel een server die op nacht en dag zal blijven draaien, omdat we houden rekening met light en zo. Oh, super. Ja. Bespaart ook weer precies. Ja, jij. Oké, ik zit nu met Vincent, Jens, Robbe en mezelf. Alle beste spelers, allemaal gefilterd. Nee hoor. Echt leuk. Ja, Dennis. Oh, maatje. Ja. Kijk op dat team hier staan. We moeten... Dennis, ja. Hoe kut. Nog één. Dat hebben we Koen. Kom aan. Kom aan. Kom aan, Dennis, ja. Fuck you. Nice. Nee, jullie hebben grote span. Je bent dus. Waar blijven jullie? Nee. Amula. Ik heb 6 ballen. Hoe kom ik aan? Oh. Yes. Nice. Oh, jij doet niet mee. Oh, jij doet niet mee. Jij is bij jou afval. Ja, ik ben dood. Oh. Schatten. Kijk, ik ben ook al dood. Jens en ik, we zijn de oosten. Nee, kom maar! Ik ben geen dood. Ik heb geen snowballs meer. Alleen Kenzo nog. Dus het leuke, als je dood bent, kan je nog een beetje kijken door die... Je kan ook op het boekje klikken, dan kun je nog eens kopen als je coins hebt natuurlijk. Waarom vliegt hij in een random hoofd? Rowie joint? Wat? Rowie? Is dat niet die hekster ofzo? Ja. Je moet even geband worden. Ja, we hebben nog nooit zo'n volle server gehad. Hey. Oké, laatste keer Kenzo. Waar ben je? Ik ben er ook nog. Oh, dag Vincent. Maar Rowie praten dan. Ja! Gewonnen! De laatste kill. Nou mensen, dit was... ik ga PB lief doen. Zo. En we zijn eruit. Nou. Mensen, we geven nog geen IP weg. Want het is nog even in de aanbouw, hè toch Dennis? Ja, het is nog even. Maar ik wil het jullie wel even laten weten dat het kan. En je kan ook gewoon enge monsters killen in de map. En eentjes. Dus dat is echt heel fijn. Dat is een flamingo. Ja, Oké, bedankt voor het kijken naar deze aflevering en tot de volgende keer. Doei! 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 Doei!